Guess who's back in this motherfucking game? Ik ben weer terug en ik zit naast mijn favoriete taxidriver. Meneer Bonnies, kijk naar jezelf. Hey. Meneer Bonnies rijdt eigenlijk altijd naar afspraken. Omdat ik hier geouderd heb, doet meneer Bonnies dat. En dat doet hij hartstikke goed. Naar het bos toe en daar ga ik jullie vertellen wat ik deze afgelopen 3 weken heb meegemaakt. Eigenlijk een maand zat ik zonder camera en in die maand heb ik ontzettend veel geleerd en dat ga ik jullie zo meteen allemaal vertellen. Maar eventjes wil ik eerst mijn frustratie kwijt. En die vrouw achter de baan, die was zo pals en zo gemeen. Dan denk ik bij mezelf, goedendag meneer. Dan denk ik bij mezelf, als je het werk niet leuk vindt om te doen, God, dan gewoon een eindje opgaan en een ander werk zoeken wat je wel leuk vindt om te doen. Want omdat jouw werk niet leuk is, moet je mijn dag niet komen verpesten. Of wel soms. Dus dat zijn me even dwars en het is er nu uit. Ik neem jullie mee naar het bos en dan vertel ik daar hoe mijn afgelopen maand is geweest zonder camera. Yes! Dus dat, we zijn nu even een soort van kabel aan het halen voor een machine. Voor een skidder, om precies te zijn. En een skidder, dat is een apparaat die boomstammen sleept vanuit het bos nadat ze zijn omgekapt. Ja. Ik ben heel blij dat mijn camera weer terug is. Ik voelde me een beetje... Het was een gemis in mijn leven. Zonder mijn camera voelde me een beetje... Hoe zou ik het zeggen? Er miste wat. I'm so excited and I just can't hide it. No, I think I like it. Oh. Hey. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh. And girl, you... Ik ben inmiddels beland bij Johnny en we gaan nu even dat kamp gaan we opruimen, zodat we vervolgens een ander kamp kunnen zetten in een ander bos. Eentje, wat heb je meegemaakt in Suriname? Dit soort dingen. Als je in de jungle bent, lopen met een kapmes. Ik heb mijn eigen kapmes. Een stukje hout zoeken, dan gaan we lekker kappen. Round and round your love, it winds me up. Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Like a hula hula hoop, hula hula hoop. Dat was Angie met de kapmes. Right, dus ik heb net geholpen met het opruimen van het kamp. Mijn hele handen zijn vies. Mijn hele kamer wordt ook vies. Dus het kamp nu. Het is nu een beetje kaal. Jullie moeten een beetje door de autobeelden doorkijken. Want... Och. Ik ben natuurlijk met andere mensen en niet iedereen wil altijd even op de camera. Vooral in het binnenland is het niet echt gebruikelijk dat je filmt. Anyway, ik ben op Johnny aangekomen. En ik moest dus net naar de wc. En hier werkt de wc gewoon heel anders. Normaal in Nederland ga je naar de wc, je gaat zitten of je gaat staan of je gaat hurken. Whatever. Je spoelt door en dan is het klaar. Nee, hier werkt het anders. Je moet naar de wc, je pakt eerst toiletpapier uit de auto. Vervolgens loop je naar een plek waar water is, ga je eerst een emmer met water vullen. Dan ga je plassen en dan spoel je met die emmer, spoel je wc door. Dus Angie, je prinsessengedrag kan je gewoon thuis laten, want het werkt niet in het bos, oké? Hier kon mijn handen voor me wassen. Vroeger bouwde ik altijd hutten.
En dit zou echt perfect voor mij zijn geweest als ik deze constructie eerder had bedacht. Dan waren mijn hutten binnen een dag klaar. Maar zo slim was ik toen nog niet. Waar zou ik beginnen? Ik heb jeuk. Nou, ik denk sowieso dat ik een maand mijn camera niet heb gehad. In die maand heb ik zoveel geleerd. En ik weet niet of ik dat had geleerd als ik die camera elke dag bij me zou dragen. Want op het moment dat je die camera bij je draagt, dan leef je eigenlijk in deze camera. En dat is niet erg, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen je mist soms bepaalde dingen. Dus ik heb een maand, minimaal een maand, maximaal anderhalve maand heb ik zonder camera geleefd. En ik heb zo ontzettend veel geleerd. Er zijn mensen geweest die het met me menen. Er zijn mensen geweest die me probeerden op te lichten. Er zijn mensen geweest die lachen in mijn gezicht en vervolgens het niet met me menen. Ik ben mezelf zo vaak tegengekomen hier. En als je jezelf tegenkomt, dan is het natuurlijk gewoon shit. Het is gewoon shit, want soms leer je je lessen, maar je leert ze pas op het moment dat het boom in je face komt. En die les gaat zich herhalen en herhalen en herhalen. En het begint heel klein, zo'n les. Het begint echt heel klein. Het begint echt met een klein dingetje in de veilige omgeving. En dan denkt die les, oh, je wil niet luisteren? Dan doen we gewoon nog een klein tandje bij. Oh, je wil nog steeds niet luisteren? Dan doen we nog een klein tandje erbij. Oh, je wil nog steeds niet luisteren? We gaan voor de extreme versie. En dat is het moment dat het komt, boom, in je gezicht. En dan kan je twee dingen doen. Het is niet leuk. Het zal nooit leuk zijn als je een les echt gewoon zo in je gezicht krijgt. Maar je kan twee dingen doen. Of huilen in een hoekje. Of er gewoon heel erg van leren. En gewoon weten van oké, hoe ga ik het vanaf nu aanpakken. Nou, dat soort lessen heb ik geleerd hier in Suriname. Ik moet wel kijken hoe ik het vanaf nu ga aanpakken. Want ik vind het vloggen hartstikke leuk. Het levert mij geen jackpot op, mogen jullie best weten. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Dus ik moet wel kijken hoe of wat. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik ben blij dat ik mijn ding weer kan doen. En ik wil jullie bedanken voor de geduld die jullie met me hebben. Ik had laatst een gesprek met iemand en die zei van ja, hoeveel abonnees heb je dan eigenlijk? Dus ik zei heel trots, zei ik ja, ik heb 1100 abonnees. Die persoon heeft me aangekeken en heeft me gewoon keihard uitgelachen. Toen dacht ik, oh my god, you are so mean. Je bent gemeen. En toen dacht ik, oké, ik heb misschien geen 1500.000 abonnees, maar ik heb er wel 11.000. En ik ben super trots op die 11.000 mensen die naar mij kijken. Dus dankjewel dat je me volgt, sowieso. Dankjewel dat je geabonneerd bent, dankjewel dat je naar me kijkt. Want dat geeft me ook de motivatie om door te gaan. Want als ik jullie niet had, was ik al lang gestopt. Dus ja, keep up the good work. Keep me motivated. Wat er hier gebeurt vaak op Atjoni is dat toeristen naar Atjoni toe komen en dan pakken ze de boot. En dan gaan ze allerlei dorpen bezoeken die hier omheen liggen. Dan pakken ze zulke bootjes. Ongeveer 3 weken geleden ben ik ook met zo'n boot gegaan. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ik ga nu even mijn voeten wassen, want ik heb in de modder gestaan. Dat ga ik even doen. En ik leg mijn camera even neer, zodat jullie dat kunnen zien. Als ik in het binnenland ben, dan voel ik me heel erg rustig. Die hele reis hier naartoe is zo rustgevend. Je kijkt om je heen, je ziet alleen maar bomen. En het enige wat je kan doen is gewoon optimaal genieten van de heuvels en de bomen en de geluiden die je hoort. Breng mij gewoon naar de natuur. Rij me naar de natuur, want ik vind het heel leuk om naar buiten te kijken. Wat gaat u doen? Wat zijn die kabels? Wat zegt u? U moet wat? Stroom maken. Hoe gaat u stroom maken? Ik kom. Oh, u komt. Oké. Nou, hij gaat stroom maken. Nou, succes met stroom maken. Ik ga gewoon weer lekker op een bankje zitten. Als je in het binnenland bent, heb je natuurlijk geen... Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat ook alweer? Blikopener? Nee. Ik weet niet hoe je dat zegt. Anyway, we hebben hier een aansteker en de challenge is om deze vier open te maken. Fijn lachen. Hij lacht je uit. Waarom lach je me uit? Ik doe mijn best, ja. Ik moet het toch ook kunnen als ik terugkom. Je moet meer dan je best doen. Je moet het gewoon plap naar boven. Beetje kracht zetten, beetje kracht. Je wilt een biertje. Het is wel gelukt. Alright.
bed. Ik ben diep, diep, diep in het bos. En ik hoor echt van alles. Het is zo lekker hier. Het is zo rustig hier. Voor de mensen die het niet weten, ik droomde vroeger, of tenminste, ik wilde vroeger altijd een aapje. En mijn moeder zei van nee, aapjes horen niet in Nederland, ze horen in de natuur. En 3 dagen geleden kreeg ik dus een aapje in mijn hand. En zijn moeder was neergeschoten. Hij was samen met zijn moeder uit de boom gevallen en heeft daarbij zijn poot gebroken. En toen kreeg ik dat aapje en toen heb ik 2 dagen heb ik echt voor hem gezorgd. Ik heb hem bij me gedragen alsof ik zijn moeder was. En uiteindelijk is hij gestorven in mijn armen. Ik vond dat echt niet leuk. Ik vond dat niet leuk. Ik vond dat echt niet leuk. Maar aan de andere kant ben ik wel blij dat hij nu weer bij zijn moeder is. In de hemel of hiernamaals of waar je in gelooft. En ik ben ook heel dankbaar dat ik toch een soort van, dat mijn droom toch een soort van werkelijkheid is geworden. Ik wilde als klein meisje wilde ik altijd een aap. En toen in 1 keer kreeg ik een aap. En daar heb ik voor gezorgd. En dat was geweldig. Dat was echt zo geweldig. Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag meemaken. Oh jongens, voel die rust. Ik kan hier echt de hele dag blijven en gewoon zitten met een drankje in mijn handen. En gewoon chillen. Dit is toch het mooiste wat er is op aarde. Ik ben van het bos teruggekomen. Wat hebben we vandaag gedaan? We zijn naar het bos toe gereden. En toen moest mijn vriendin even een paar dingen regelen met haar werknemers. We zijn heel veel heen en weer gereden. En ja, dat was het eigenlijk. En ik kon niet alles filmen en dat wilde ik ook niet, want de mensen daar zijn een beetje, ja, die worden gewoon niet graag in beeld gebracht, dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus dat zorgt ervoor dat je een soort van halve vlogs krijgt te zien. Om nu nog hele tories te gaan praten over wat ik allemaal heb meegemaakt in Suriname, ga ik vandaag niet doen. Ik ben echt moe, ik ben echt heel moe. Ik moet mijn haar eventjes in de olie zetten en in de masker zetten, want morgen hebben we een clipshoot. Dus als ik dat heb gedaan, dan ga ik slapen en dan gaat de wekker om 7 uur. En dat betekent dat ik nog 7 uurtjes kan slapen. Ik wil je bedanken dat je hebt gekeken, dat je weer terug bent en dat je er nog steeds bent. En I'll see you later, alligator. Bye.